Van het Rode Kruis. Hoe helpt u het dus? Nou, ik begin een beetje last van mijn voeten krijgen. Dan ga ik het zo meteen even plakken. Ja? Kijk, want kijk, het zit zo, ze zijn losgegaan. Ga je met me mee dan? Ik ga mee, ik ga even naar het Rode Kruis, want ik heb nieuwe schoenen aangedaan. En die moet ik nog inlopen. Kijk, het is wel fijn als je achter zo'n rood kruis kan aanlopen. Oh kijk, hij gooit al eerst even wat weg. We gaan samen de tent in. Zo, gezellig. Oh, ik glij bijna uit. Nou, ik vind het wel een beetje eng met u in de tent. Dat geeft niks hoor. Waar moet ik gaan zitten? Ga maar even daar op die... Oh, ga hier maar zitten. Oh, ik mag gewoon... Nou kijk, dit is het probleem. Ik heb nieuwe schoenen. Maar ze knillen een beetje, meneer. Ja, ik snap het. Ik heb er al pleisters op gedaan, maar... Ja, dat helpt niet, hè. Hoe lang bent u al EHBO'er? Van 2012 af. Dat is het enige wat u doet? Nee. Wat doet u nog meer dan? Ik zit bij de bijzondere vakanties. Bijzondere vakanties? Ja, dat is van... dat was vroeger de Valkenberg. En dan gaat u met mensen op vakantie die niet alles zelf kunnen? Die mensen die ga ik met over, die komen daar bij ons en die help ik. Wat leuk! Dus, zal eens even kijken. Nou, dan gaat het gebeuren, hè? Ik ga even verbonden worden. Kijk, dan hebben we nog een security man, hè? Ook van het Rode Kruis, hè? Security man. Security, hè? Is het ernstig? Er zitten nog geen bladen op, hè? Nee, daarom. We gaan ze eerst even verwijderen. Maar je kan wel zien dat het gekneld hebt. Zie, ik doe even zo close-up. Ah, dit is aanstelleritis natuurlijk, maar hij doet echt zeer, hoor. Hij doet echt zeer. Nee, dit zit aan de bovenkant. Elke voetfetischist wordt nu gek. U bent geen voetfetischist, meneer. Wat is dat? Nou, dat is iemand die houdt ervan om aan voeten te zitten. Dat is nieuw. Dat wist u nog niet? Ja, dat wist ik. Nou, hoor ik van je, hè. Ik wist niet. Nee, maar nou ja, niet dat hij dan nu zeg maar bij elke voet denkt van, oh nee, ben ik er een? Ja hoor. Ja, dat kan toch? Ja, dat kan. Nou, ik laat me even lekker verbinden. Ik vind het zo eerst wel goed. Hoe heet u ook alweer? Atzi, bedankt hè. Oké, okay, ja. En ik zal zo meteen nog even lekker verder lopen op je pleisters. Waarom? Zo gaat het fijn als het Rode Kruis er ook is, hè. Het is altijd lekker veilig. Ja.